Poro pamireng sing ditresnani Gusti Yesus, iki Radio Shalom, ing dino iki metui sampeyan, ing sakjerone programa Banyu Panguripan, kanggo mbangun lan nyirami kasukman kita sedoyo, karo pituture Gusti Yesus Kristus. Selamat mirengaken, Gusti Yesus berkahi. Para pamireng sing tresno marang Gusti Yesus Kristus. Jenengku Jonathan Samiden, aku ngaturake selamat esok. Aku bunga banget awake dhewe bisa nyebar pituture Gusti supaya sedulur sing ketriwal, sedulur sing nuruti dalane Gusti lan uga sedulur ning ngendi wae bisa krungu tembunge Gusti. Muga-muga kabeh sedulur sing ngrungokke Radio Shalom nampa berkalan panglipuran saka pituture Gusti ing esok iki. Goedemorgen geliefden. Mijn naam is Jonathan Samiden en hedenochtend zal ook ik u zegenen. Mijn gebed is dat elk woord welke ik vanavond tot u spreek u mag inspireren en dat uw geloof na vandaag standvastiger mag worden. Halleluja. Thema ne is zo ikie, doso awit ilat, de zonde van de tong. Sapen manung so ngerti nek kita kabeh podo kesalahan ing perkara oke. Ing kitab suci eneng werna-werna teks sing cerita kanggo dosane ilat. Ing Yakobus 3 ayat 2, 3 vers 2 ketulis ngene, sapa sing ora kesalahan ing tetembungane, iki wong sing ora tau nggawe kleru karo tembunge kuwi. Kuwi wong sampurna sing bisa nguasani awake sekujur. Wong kuwi wong sampurna iku manungsa sing volmak, manungsa sing bisa nata karepe awake. Het is belangrijk om ervan bewust te zijn dat mensen in veel opzichten struikelen, voornamelijk in hun spreken. De Bijbel leert immers dat u een volmaak mens bent als u hierin, dus in uw spreken, helemaal niet struikelt. U bent zelfs in staat om uw hele lichaam in toom te houden, indien u uw tong dus in bedwang kan houden. Rasul Yakobus kuwi ngaturake tulodo songko jaran lan kapal. Jaran kuwi nak dipasang kendali cangkeme manut marang wong sing dinglakokke. Kapal kae uga tulodo sing cetho. Senajan gede banget lan disurung angin banter, tapi sing ngenggak-ngenggokke kapale mau namung kemudine sing cilik banget. We zien dus hier twee mooie voorbeelden, geliefden, van een paard en van een schip. Door het paard de toom in de bek te leggen, kunnen we het dier besturen, als ook het schip dat door een klein roer gestuurd kan worden. Ilate manungso kuwi sedulur, yokoyok geni, senajan cilik, tapi bisa nekake kerusakan gede. Sampean padha ngerti, nek geni sak ilat kuwi bisa ngobong alas sing gede. Ilate manungsa sedulur iku wiwitane sak wernane ala. So gevaarlik is de tong, geliefde brothers and sisters. Yakobus noem de tong de wereld der ongerechtigheid die in staat is het gehele lichaam te besoedelen. Dirungokke sing ati-ati para pamireng. Wong sing duwe perkara ala ing atine, manungsa kuwi diarani wong duraka. Tembung sing kewetu saka tutuke wong duraka iku isi sing ala lan sing goroh. Ora eneng bareng sing apik. Negativiteit, geliefden, sal u niet verbrengen. Woorden hebben behoorlijk veel kracht. Woorden maken en woorden breken. De hemel en de aarde zijn allemaal geschapen door de woorden die God sprak. Velen begrijpen niet dat zij door hun woorden worden gebonden.
Velen hebben het zelf niet door dat het hun eigen woorden zijn die de koers van hun leven bepalen. In de Bijbel, in Spreuken 6 vers 2, staat er: als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, als gij gevangen zijt door de woorden van uw mond, yen sampean kejirat karo tembungmu dewe, kena jirat karo tembunge tutukmu dewe. Kabeh tembung sing diperintah ing ilat, kabeh tembung sing mbok proklamir dino iki, mesti yo bakal kelakon, mesti yo bakal keturutan. Ing buku Ulang Bebasan, inat buku Spreuken, 18 ayat selikor, 18 vers 21, ketulis ngene: pati lan urip podo diperintah ing ilat, sopo sing seneng kuwi mesti mangan wae. Dood en leven zijn dus in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vruchten eten. Sedulur sing ditresnani, ayo podo mikir piwulange songko kitab suci. Kabeh tembung sing diperintah kar ilat duwe kekuatan. Ilate manungso kuwi yo kaya geni, senajan cilik tapi bisa nekake kerusakan gede. Sampean podo ngerti nek geni sak ilat kuwi bisa ngobong alas sing gede. Angger sampean tangi waya esok, dinane dimiwiti karo tembung sing bener lan suci. Ngetok ke tembung sing becik, sujud marang Gusti sing gawe urip, ngucapke ati sing nuwun marang Bapakmu ning swarga, ngucapke matur nuwun marang Gusti Yesus kanggo kawelasane lan katresnane sing langgeng. Ing buku 1 Petrus 4 ayat 11, 4 vers 11, ketulis ngene: yen ana wong sing ngomong, kuwi kaya wong sing ngelantarke tembunge Gusti. Yen ana wong sing ngladeni, kuwi ditindakke karo kekuatan pawehe Gusti. Supaya Gusti diluhurke ing samubarang awit sangka Yesus Kristus, panjenengane sing duwe kemuliaan lan penguasa langgeng sak lawas-lawase. Amen. Ing sembarang sing mbok tindakke kanggo Gusti Yesus, Gusti sing diluhurke awit Yesus Kristus sing kudu digunggung, lan Gusti sing nguasani sembarang saiki lan selawas-selawase. Laten we dit gedeelte ook in het Nederlands lezen. In 1 Petrus 4 vers 11 staat: spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Uw houding, uw keuzes, uw doen en laten zullen afgesteld moeten zijn op de Heere. Waarom? Omdat dit uw leven ook positief zal beïnvloeden. In Petrus 3 vers 10 tot en met 12 lezen wij: want wie het leven lief heeft en goede dagen wenst te zien, weerhoude zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij weken van het kwade en doet het goede. Hij zoekt de vrede en jagen die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Angger sampean kepingin urip sing selamat, sampean kudu sing ati-ati karo ilatmu. Ojo sampe ngetokke tembung sing Allah lan sing goro. Nyingkir ono bareng sing Allah para sedulur, lan nglakon ono bareng sing becik. Amarga Gusti sing gawe langit lan bumi seneng marang wong sing nglakoni sing bener. Ik ben vandaag heel dankbaar dat ik u met dit woord mag zegenen. Omdat kennis van de tong een heel belangrijk gegeven is, willen wij groeien en willen wij ons ontwikkelen in het geestelijke. Al wat u zegt zal geschieden, want wij zijn kinderen van de Allerhoogsten. Awa itewe, ana ana ekostisatulor. Wij zijn geschapen naar Gods beeld.
Gusti nggawe manungsa miturut gambare. Onsual seren Yesaya 55 vers 11 staat, Also zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Omdat wij naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen, raad ik u aan oplettend te zijn wat u met uw mond beleidt. Want de woorden welke wij spreken, komen in de atmosfeer terecht. Het zal zijn werk moeten doen. Het woord zal zeker niet terugkomen zonder te doen waartoe het gezonden is. Amen. Ik hoop dat dit u inzicht heeft gegeven. Ayo mocho Yesaya, sekat limo, ayat 11, 55 vers 11. Ing coro Jawa. Yo mengkono tembungku sing metu songko tutukku. Ora bakal bali marang aku karo ngelentung. Nanging kuwi bakal nindake opo sing tak karepke. Lan bakal oleh gawe kanggo opo wae sing tak omongke. Pituture Gusti dipikir sedulur. Ilate manungso kuwi yo kaya geni. Senajan cilik tapi bisa nekake kerusakan gede. Ing buku Wulang Bebasang 6 ayat 16, 6 vers 16, tekang 19, ketulis ngene, eneng perkara 6 sing disengiti karo Gusti, malah pitung perkara sing dadi rereget kanggo atine. Ses dingen hat de Heere, ja, 7 sin hem een hartgrondige gruwel. Laten we die lezen. Nomor 1, meripat gemunggung, dat zijn hoogmoedige ogen. Nomor 2, ilat goro, dat is een valse tong, waarover wij het vandaag hebben. Nomor 3, tangan sing mutake getie wong sing ora salah, handen die onschuldig bloed vergieten. Nomor 4, ati sing ngerancam-ngerancam sing Allah, een hart dat heiloze plannen smeet. Nomor 5, sikil sing gelis-gelis marani sing Allah, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Nomor 6, seksi palsu sing ngucapke tembung goro, wie leugens uitblaast als een vals getuige. Lan nomor 7, wong sing jalari congkrehe sedulur en wie twistuk tussen broeders. Awe dewe moco ing buku Wulang Bebasan, ilat kuwi nek ngucapke tembung goro, bapakmu ning swarga disengiti perkara kuwi. Ayo podo ndendonga lan sujud marang Gusti, andap asor marang sing gawe urip lan sak podo-podo. Ayo podo sambat jenenge Yesus Kristus lan jaluk pinuntune Roh Suci supaya bisa manut marang Gusti. Ayo podo ngluhurke jenenge Yesus Kristus ing sembarang sing mbok tindake kanggo Gusti. Amen. Ladi sebebudiging u tot zegen zijn geliefden. Ik zal beëindigen met het liedje Jezus Dalane, gezongen door zuster Ari Risamasu. Jezus is de weg, geliefden. Hij geeft blijdschap en rust. Jezus Christus Dalane, kepungaan lan katentraman. Mijn naam is Jonathan Samidin en bedankt voor het willen luisteren naar het programma Banyu Panguripan. God zegen en shalom.